deze keer een fun project. Althans, ik ben met het fun project ben ik bezig. Maar ik ga jullie eerst even een tip geven. Hebben jullie wel eens gehaakt met 3 draden tegelijk? En dan bedoel ik 3 draden tegelijk van 1 kleur. Dan weten jullie wat voor een problemen dat kan geven. Je moet dus alle draden, die moet je constant uit 3 bolletjes. Die bolletjes die gaan in elkaar zitten. Je weet wat voor een ergernis dat het is. Nou, ik ga jullie laten zien hoe je toch met 3 draden kunt breien, haken, hoe je het ook wil zeggen. Maar met 1 bol. Goed, ik haal hier eventjes de band eruit. En je ziet dat ik dus maar 1 draad heb. Die andere 2, die bolletjes, die zijn weg. Dit kan ook even aan de kant. Is 1 bolletje, 1 draad, dat zie je. 1 draad, die komt eruit. En die ga ik nu in een S-bocht leggen. Ik ga even de camera wat hoger zetten. Zo. Hier ligt het begin van je 1e draad. Dan leg je hem in een S. Dit is een S. Op school schrijven zou dit een slecht punt opleveren. Maar het is een S, hoe je het ook draait of keert. Ja, ik maak hem wat groter. Nou, mijn bol zit vast. Ik maak hem eerst even wat groter. Zo. Je ziet nog steeds een S. Hier zit het begin van de draad, daar. Zo, een S. Dit zijn nu de draad die wat hier uit deze bol komt, heb ik in een S-vorm gelegd. Wat ik nou ga doen, ik ga die 3 draden, die pak ik samen. En nu heb ik dus 3 draden. Ja? Nou stel, ik ga haken. Ik pak daar voor het gemak even een haaknaald nummer 6 voor. Ik maak een magic loop. En ik ga hier 8 vaste in midden haken. 1, 2, 3, 4. Oh, ik zit aan het einde van mijn 3 draden. Kijk, want nu heb ik nog maar 1 draad over. En hier hangt zo'n lusje. Dit is het lusje van de Magic Loop. Hier hangt zo'n lusje. Wat ik nou ga doen, ik stop mijn vingers in die lus. Nou. In die lus. En ik pak die draad die wat aan die bol hangt. En ik trek. Gewoon trekken. Meer doe ik niet. Kijk, en nu heb ik weer 3 draden. Kan ik wel door. Ik had er 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ik ben maar wat aan het doen hoor. Ik bedoel, ik ben die bodem nog een keer aan het maken die wat daarachter ligt. Van, dit moet ik even aantrekken. Zo. Nog steeds de 3 draden uit 1 bol. Dat kun je zien, hier komt nog steeds 1 draad uit. En toch heb ik er 3. Ik doe het nog een keer voor, heb ik nu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat is de 8e hier. Goed, ik zet hem hier even. In vast. Dit is mijn eerste van de volgende rij. Waar is mijn markeerder? Die zet ik er even in. Nog een keer aan die magic loop trekken. Zo. En dan maak ik een 2e in dezelfde steek. Want ik moet dan nu 16 krijgen natuurlijk. En dan laat ik jullie nog een keer zien hoe het is als die draad dadelijk op is.
Daarvoor moest ik toch een stukje haken natuurlijk. Kijk. Je hebt dus die draad, die zit vast aan je bol. Kijk, ik ga hem terugvolgen naar mijn bol. Die zit aan mijn bol vast, zie? Die. Hier zit die ene lus. Dit moet je vergeten, want het is de magic loop. Dit is die lus. Je gaat met je vingers erin. Je pakt die draad van je bol en je trekt. Kijk, alleen maar trekken. Tot het garen uit de bol komt. Maak hem maar groter. Ik ben bijna... Mijn armen zijn bijna buiten het raam. Zo, kijk. En ik heb weer drie draden. Is je bol nou op? En heb je nu alleen nog maar het lusje over? De lus. En dit is het einde van je draad. Zet je hier gewoon een andere draad aan met een knoopje en je doet precies hetzelfde. En je gaat gewoon weer door. Op deze manier ga je dus nooit meer met halve afgewerkte bollen zitten. Je gebruikt iedere keer één bol voor drie draden. En dat werkt prima met één kleur. Dus... drie draden uit één bol werkt prima op deze manier. Willen jullie het ook proberen met drie draden uit één bol? Er komt een projectje aan.